We roken ze. Als hij op is, draaien we een nieuwe. En dan zit hij alleen maar de hele dag in, man. Hele dag stoned van een joint. Maar we hebben bijna volle maan. De langste volle maan die er is, de Beaver Moon. De langste in 580 jaar of zo. Energie die aanwezig zijn. Als je dat snapt, dat de maan energie geeft aan ons water op aarde. Eb en vloed. Wat dat met ons doet. Waar heb je je water mee gevuld met de nieuwe maan? Wat brengt dat naar die volle maan toe? Ik laat deze video nog of deze video erop, activeer ik meteen mijn YouTube weer. Die staat even op pauze. Hij gaat, je ziet het als Jolijn is, hè. Gaan we eens kijken wat die volle maan gaat brengen. We zitten nu al een paar uur in energie. Als iemand in het verleden iets heeft laten voelen, gevoelens, iets heeft laten denken. Zijn dat energieën? Die hebben rondgedwaald door connecties ook die er zijn. Maar goed uitkijken door wie je op laat fokken. Er zijn de mensen die de beer willen steken. Nee, afweersysteem moet je hebben. Tot die stok. Deze tijd moet je goed uitkijken dat je niet bezig bent met degene die die stok vast heeft. En die is op zoek naar... wat gebeurt er als je een beer aan het prikken bent met een stok? Uiteindelijk vraag je ergens om. Als dat je niet doet, omdat alleen bereikt moet worden wat er gaat gebeuren door de stok. Niet eerlijk, oneerlijk, die dingen die tellen allemaal niet mee. Je moet goed uitkijken wat je... Die energie hangen in de lucht nu. Als je snapt dat ook Mars en zo allemaal invloed uitoefenen op jou. Alles is energie. Zodra je jezelf... Ik kan zien als het puntje wat jij hier bent, waarbij alles vastgetrild is. Wat doen je emoties? Wanneer komen je emoties bij je terug? Ah. De energie gaat voorbij. Daarna komen er weer nieuwe energieën. En als jij je niet hebt laten opfokken of niet hebt laten meeslepen of jezelf in veiligheid hebt gezet. Of gebruikt op gemak van Nicole. Ja, gewoon de hoek in gaat, zodat diegene die met die stok aan het prikken is, niet bij je kan komen. Heb je jezelf niet laten opfokken? Heb je jezelf niet in de val laten lokken? Dat is niet de bedoeling dat je bedreigend overkomt natuurlijk. Die hele muur om mij heen. Ik zie alleen de reen als je zielig kan zien. De zonnebril die maakt het een stukje lastiger. Maar dat is nu de extra bescherming maar even. Mensen snappen niks van Jezebel, spirits en die gekkigheid. Maar het is echt... Het is aan nu. Ik ben echt zorgzaam, ik ben zacht. Aardig, vriendelijk. Ik geef mensen voorrang als dat handiger is. Terwijl ik voorrang heb.
Het zijn echt de kleine dingetjes. Het is ja, de communicatie op internet. Ja, die vibraties die zitten er minder aan dat dat afgegeven wordt. Wat zeg? Iedereen kan acteren en gek doen. Veel mensen die denken met handgebaren en zo boodschappen te overbrengen. Maar, mensen moeten direct gaan zijn. En er liggen geheimen. Mensen zijn nog steeds sleutels aan het achterhouden. Dus soms moet je dan telepathisch en laten die energie nou daar hangen. Laten nou een heleboel mensen onbewust op het bewustzijn aangekoppeld zijn. Aan het denken, aan het voelen. Vooral die emoties die overhangen. Als jij die emoties kan snappen. Weet je, voorbij je zesde zintuig, voorbij je intuïtie, onderbuikgevoel. Maar gewoon een beetje die paranormale gaves. Die we allemaal hebben. Je hoeft echt alleen maar je zintuigen extra te stimuleren. En apart te gebruiken, te stimuleren, samenvoegen. Alles ken op gevoel. Zolang je maar naar je gevoel bent, aan het luisteren bent, dan ook. Sommige mensen is de fantasie, daardoor ook en daarmee of door hun creativiteit die gewoon niet ver kan reiken. Sommige mensen die denken echt dat alles maar fantasie is. Snappen niks van de magie die overal maar is. Dit album zit echt vol met vol met boodschap, man. Ja, die volle maan komt eraan. Die uren daarvoor. Goed uitkijken dat je jezelf niet laat verleiden. Het is een bitch voor veel mensen. Omdat de duivel een bitch is. Snap waar die duivel is? Je bent de baas. Je ego te groot voor de mens. God en je hart, dit zijn vessel. Niet de duivel daar alleen maar voor in de dromen, toch? Nachtmerries en zo. Maar ga je dan astral? Als de duivel die dingen ziet, dan begint hij bang te worden. En net als dat Jezus snapte zelf Zeus waar hij was. Nee, dat hij een vader had, een moeder had. Dat snapte die, dat snapte ze. Weet waar je bent. Dan ga dan in een van de boom. Een worteltje gaat uithangen van die boom. Dan moet je eigen wortels neerzetten. Alles wat in je gebeurt, gebeurt buiten je. Je ziet wat er buiten je gebeurt. Kan je in je voelen wat daar plaatsvindt. Als je aan het denken bent, iets wat in jou gebeurt, kan je buiten je voelen wat er plaatsvindt. My body and soul. En net als je zintuigen, je denken en alles, is allemaal onderdeel van je lichaam. Ja,
Bij mij zou je echt bij Gees moeten komen. Laat je Gees nou... Laat je die nou kunnen stimuleren. Door te observeren, je zintuigen te gebruiken bijvoorbeeld. Al die energie opbouwen. It's the Ten Gun Commandments. Yeah. My gun toting, nigga. Niet laat opfokken, niet laat meeslepen. Om gewoon de energie je kan voelen. Want jij hoeft niet degene te zijn die ergens ruzie gaat maken. Of iemand anders persoonlijk aanvallen. Maar je kan ook persoonlijk aangevallen worden. Dat gaat meteen je image. Kwets dat. Soms moet je schilder neerleggen. Zet je er een cursus op. Keer de dingen terug. Aan die terugkeer kan je ook cursus plakken. Lightning. Doe je er een beetje donder aan. Het licht. Aansteekt het alles. Wanneer het terugkomt, aansteekt het meteen hun omgeving ook. Na een tijdje gaan mensen vanzelf pijn voelen en snappen waar die pijn vandaan komt. En wegwezen daarom waar pijn verspreid wordt, omdat mensen de karma niet op hunzelf kunnen nemen en doorgeven aan de mensen om hun heen. Inmiddels dat ze snapte waar hij in zat. Hij was de oppergod, hè? Hij wist waar hij was. Hij wist dat hij een vader en een moeder had. Hij wist dat hij broers en zus had. Hij wist dat hij niet één was, snap je? Maar net waar je jezelf aan het plaatsen bent. Sommige mensen werken van achter naar voren. Soms moet je van voor naar achter. Van achter naar voor, links, rechts. Laat je jezelf meeschommelen. Solo, alleen. Dat is echt sterk. Zeker als... als het niveau daalt... daar waar mensen dingen verraden, verpesten voor de rest, kan je wel beter alleen zijn. Ja, er zijn echt een paar die dingen duidelijk hebben gemaakt. Die linkjes, bruggen hebben gelegd, maar weg van het internet. Dus echt iedereen die intenties had. Het is al op de terugweg, of wat? Sommige mensen wouden stelen. Sommige mensen horen dat hun geliefde gegamestalkt wordt en kunnen eigenlijk niks doen, want ze zijn zelf ook de boel aan het oplichten. Laten we daar nou even een paar kaarten opzetten. Hun die niet kunnen helpen omdat ze zelf ook de boel oplichten. Wat zijn ze aan het doen dan? Waarom kunnen ze niet helpen? Terwijl iemand gegamestalkt wordt. Wat ligt daar dan achter? Al meteen naar een vrouwtje toe, klaver. Laten we hem deze keer bij inspiratie houden en daarna nog passie gooien. Wel in de actie, maar... Op de inspiratie. Wow.
Wat verstoppen ze? Waardoor ze niet kunnen helpen. Ja, zijn tevreden of zo hoe het gaat, is de bedoeling. Vinden het plezier of zo in, sensualiteit. Er is ook spirituele groei bij. Misverstand is, miscommunicatie is er of zo. Met die negen. Ja, werk verricht. Blijf werk verricht. Spirituele groei daarin. Oh, waarom helpen ze niet? En is het bijna 3 maanden verder? Ja, niet te vertrouwen. Risico aan het nemen. De organisaties zullen snel gaan handelen. Er is iets nieuws aan het groeien. Dat zien ze natuurlijk. Ja, want ik ben helemaal te zien dat ik in de penis ben. Dat ik mezelf red. En dat mijn vermogen van het groeien is. En de rood wegwerken ook. De energie die weer herstellen. Ondanks nog steeds alle pijn.
steeds 24/7 dronken. En ook gewoon, je kan zelf niet agressief doen of negatief. Ik kan echt niet in de buurt meer zijn, nou. Wat ze allemaal niet kunnen menen, wat ze horen er allemaal bij, anders neem je dat soort dingen mee. Kijk hoe iemand echt is. Als je dan al die spelletjes ziet, dat het verkoopt hier. Ja, maak je niet, druk. Zelfs mijn ouders die konden niet helpen en bijstaan. Better be about peace, my nigga. Cause that type of bullshit you're doing only bring the beast out of nigga. Every couple minutes, nigga, stack a couple of thousand. God help you, nigga. Don't blijf verletten, nigga. I think we got some shit off. Don't blijf verletten, nigga. Oh, met de energie die nu bezig zijn. Ja, ze willen wel kapot. Dus ze zullen met de stok gaan prikken. Maar de stok mag gewoon ontwijken. In de buurt laten komen. My mama was yellow. Everything they got a jingle when they walk like a jello. See the niggas on the corner and I'll never forget it. Uiteindelijk gaan we gewoon naar die volle maan toe. I'm a hustler nigga, yank guzzle nigga, rip your juggle nigga. In the night I because of tight, the love when it's dark. So when I pull up a bar, so when I make you my mom. Ja, de kaarten laten het wel zien, ja. Start to maximize and build the enterprise. And while I'm stocking it's red, keep the stock of the land. Zullen dat het alsof de test is, maar alle Illuminati.